drie weken presenteert Willem Ruis Farah's Sterrenshow uit het grootste elektronische circus ter wereld. Toegangskaarten voor de Sterrenshow zijn telefonisch te bestellen bij het Nationaal Bespreekbureau. Telefoon 02153 12344. Loten voor de Sterrenshow kosten 2,50 gulden en zijn te koop bij de bekende adressen. De Sterrenshow geeft mensen een kans. En aan het slot van dit VARA-programma praat Jan de Graaf met de minister-president. Meneer Lubbers, welkom in Achter het Nieuws. En als ik mag beginnen met u een goed en gezond 1986 toe te wensen. Insgelijks. In het kabinet is vandaag gepraat over een adviesaanvraag inzake het onderwijsbeleid op middellange en lange termijn. Wat behelst die aanvraag? Nou, het gaat hierom dat wij met de Sociaal-Economische Raad, het woord zegt het al in het algemeen, over sociaal-economische problemen spreken. Nu zijn er ook mensen daar, meer bijzonder deskundig op het gebied van onderwijs, we zien vanuit de bril van het bedrijfsleven. Wij denken dat het nuttig is om de kans te geven om nog eens opnieuw met elkaar te bezien hoe wij op onderwijsterrein verder moeten. Waarom? We zitten met een hele hoop nieuwe technieken en nieuwe ontwikkelingen. Maar we zitten ook met het gegeven dat aanpak op wat langere termijn van weer volledige werkgelegenheid in hoge mate blijkt samen te hangen met het vermogen wat we hebben in de samenleving om iedereen goed op te leiden, zodat hij een baan kan vinden. Maar ook als hij eens een keer zijn baan verliest, als het ware een herkansing te krijgen, want de zaken gaan door. Dat is deels een zaak van het onderwijs voor de overheid, dat is deels de kwestie van de opleiding in het bedrijfsleven. En daarnaast heb je dus die talloze cursussen en mogelijkheden om je kennis aan te vullen. Nou, dat geheel met elkaar te bekijken en te bezien of daar bijstellingen moeten plaatsvinden, dat is de grondslag van deze, is de reden voor deze adviesaanvraag. Lijkt me heel belangrijk. Ja. Nou hoor je in onderwijskringen wel, er is al zo lang gepraat over een nieuw systeem van onderwijs. Er zijn plannen. Waarom worden er geen beslissingen genomen? Waarom toch iedere keer weer die adviesaanvragen, zoals ook de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid? Er zijn een aantal beslissingen genomen. Maar je moet ook het totaalbeeld nu in een kaart brengen. Dat is dus hier aan de orde om iets te noemen. Iets heel praktisch bijvoorbeeld. We hebben in het kader van die werkgelegenheidsaanpak 2,5 jaar geleden gezegd, we gaan het leerlingstelsel, wat de overheid dus subsidieert, wat in de bedrijven voor een deel plaatsvindt, gaan we verdubbelen, om eens iets te noemen. We hebben tegenwoordig het kortmiddelbaar beroepsonderwijs, om daar maar eens iets in die sector te noemen. Wij hebben in het hoger onderwijs alweer een paar jaar wat men noemt de twee-fasenstructuur. Dus er zijn allerlei aanpassingen al geweest. Ik noem een heel ander punt van dit kabinet weer. Het hele plan op het punt van de informatica, de uitrusting van de scholen met apparatuur en mogelijkheden op dit terrein. Dus het is niet zo dat je zegt we wachten op alles en dan gaan we eens beslissingen nemen. Er worden steeds, als het ware, op deelterreinen beslissingen genomen. Maar er is nog steeds een grote behoefte om ook, met name in relatie met bedrijfsleven, daar ging het dus nu om, het samenhangende beeld te verbeteren. Euthanasie is ook aan de orde geweest, ja, in het kabinet vandaag. Hoe ver bent u van besluitvorming af? Nou, even daar iets over te vertellen. Op dit belangrijke terrein is een lijfrapport verschenen, die alweer een krap halfjaartje geleden, van een staatscommissie die daar in het bijzonder voor ingesteld was. Die heeft daar opvattingen over weergegeven. Overigens niet alle leden waren het eens, maar verschillen van opvatting. We hebben daar een eerste gesprek over gehad vorig najaar rond de algemeen politieke beschouwing, die grote debatten die je dan hebt in oktober in de Tweede Kamer. Hebben we daarvan gezegd, dit ligt verdeeld in het kabinet, net zo goed als het in de commissie zelf verdeeld lag. Wij gaan wel proberen met een eigen ontwerp te komen, we willen daar rustig wel onze tijd voor nemen. We hebben nu nader gezegd aan de Tweede Kamer, laten wij proberen tegen het einde van de kerstreces, dat is de kerstvakantie, voor de Tweede Kamer, met een standpunt van het kabinet hierover te komen. En hoe ver bent u daarmee? Nou, dat is toch moeilijk om dat precies aan te duiden, want je komt eruit of je komt er niet uit. Mm-hmm. Ik wil er wel dit van zeggen.
mee door het feit dat er nu een initiatief ligt in de Tweede Kamer. Aan de ene kant. Aan de andere kant is er dat rapport van de staatscommissie. Zie ik het als voorzitter van de raad wel zo dat het wenselijk is dat er een standpunt van de ministerraad als zodanig komt. Dus we benaderen de zaak niet in de zin van, nou ja, we praten er een keer over. Anders laten we alles zoals het is. Nee, ik denk dat het goed is dat er een standpunt over komt. Want de regering is nou eenmaal hoe dan ook wetgever of medewetgever, heeft een eigen verantwoordelijkheid in zo'n ontwikkeling, die ook nu in de praktijk als het ware aan de gang is, maar dan zonder heldere wettelijke richtlijnen, wat betekent dat er nogal wat onzekerheid is en in zekere mate ook onrust. Van de andere kant zult u willen billiken dat euthanasie zoiets wezenlijks is. We praten hier niet over een belastingmaatregel, over wat ombuigingen, dat je niet over één nacht ijs moet gaan. Dus we willen heel zorgvuldig die zaak met elkaar bespreken in het kabinet. En er is dus wel een intentie om eruit te komen. Als u zegt, hoe ver bent u er, lukt dat niet? Daar kan ik u nu nog geen antwoord op geven. Lopen we niet het risico dat het onderdeel van de verkiezingsstrijd gaat worden, dit onderwerp? Daar heb ik eerder van gezegd dat een onderwerp als euthanasie zich niet leent tot speeches, zoals in verkiezingen wel eens bepaalde dingen overdreven worden. Ik vind, het moet in volle ernst behandeld worden. Dat gezegd hebbend, is het wel een heel belangrijk vraagstuk. Als je zegt, waar gaat het nou over in verkiezingen, waar gaat het nou over in de politiek, dan hoort zo'n onderwerp als euthanasie er natuurlijk zeker bij. Ik hoop wel dat we in staat zullen zijn, en daarom ben ik niet degene die daar allerlei grote verhalen over zou willen houden, om heel goed ook naar elkaar te luisteren tussen de politieke partijen, zodat er een benadering gevonden kan worden waarbij een groot deel van de samenleving en de politiek zich in kan vinden. Bij zo'n onderwerp is dat natuurlijk zeer belangrijk, maar het moet blijken of dat lukt. Nog even een krantenbericht van deze week. Daarin wordt staatssecretaris Van Zijl van Economische Zaken genoemd, tegen wie een officier van justitie in Utrecht een strafvervolging zou overwegen in te stellen, naar aanleiding van mogelijke fraude gepleegd in een vorige functie. Hoe kijkt u tegen die zaak aan? Nou, kijk, als volgt tegenaan. Een aantal maanden geleden reeds is er een bericht gekomen in de kranten dat bij een bepaalde woningbouwverenigingen dingen voorgevallen zijn die niet kloppen. Dat geeft dan aanleiding tot een breder onderzoek. En daar is in de marge van dat bredere onderzoek, dat was kennelijk niet de kern van de zaak, zijn er ook bepaalde elementen naar voren gekomen die het verstandig maakten voor onze mensen die verantwoordelijk zijn voor het bewaken van dit soort dingen, om een onderzoek te plegen. Nou, dat is dus gaande. En op een gegeven moment moet een officier van justitie dan een besluit nemen of die zegt, nou, ik vind hier ernstige dingen, dan ga je hier een zaak van maken. Of dat die zegt, nee, dat is eigenlijk helemaal niet ernstig, of het is niks, of het is helemaal niet ernstig. Nou, hoe ik er dus tegen aankijk is dit, dat dit goed uitgezocht moest worden, lijkt mij voor de hand liggend. Dat is dus kennelijk gebeurd. En dan zal een officier van justitie daar een beslissing in nemen. En ik denk dat dat dan op een gegeven moment ook weer maatgevend is voor de reactie van de staatssecretaris daarop. Hij heeft trouwens al soortgelijke dingen naar buiten gezegd. Ja, hij heeft gezegd, ik ga weg als blijkt dat ik inderdaad grove fouten heb gemaakt. Ja, nou goed, dat lijkt me dan ook een correcte vaststelling. Ik heb ook geen enkele aanleiding te veronderstellen dat het zo is, maar dat hij dat vaststelt als, ja, dat lijkt mij juist. Het verkiezingsjaar 1986 is begonnen. En in CDA Actueel, het blad van het CDA, staat een interview met u. En daarin staat als kop boven: we moeten niet vervallen in fouten van de te sterk bezuinigende VVD en de alweer uitgevende Partij van de Arbeid. Staat u met het CDA nou precies hier midden tussenin? Of bent u toch iets dichter bij een van die twee partijen? Nou, hoe moet ik die kop lezen? Allereerst dit, ik mag me daar best over vragen, maar dat zouden we eigenlijk moeten dan doen in een politieke uitzending van het CDA. En ik zit hier als minister-president, maar om niet flauw te zijn. Ik denk dat we, dat zou ik allereerst willen vaststellen, dat ik er in ieder geval blij mee ben dat alle partijen, met name de grote politieke partijen, de loop der jaren ervan doordrongen zijn geraakt dat een wat meer sobere overheid die minder uitgeeft, bittere noodzaak is. Want dan zijn de tekorten van diezelfde overheid veel te groot en komen we nooit uit onze economische problemen. Twee, in de praktijk krijg je dan toch met maatvoering te maken. En je moet dan passen en meten hoeveel je aan bezuinigingen per jaar kan doen bij een behoorlijk op peil houden van collectieve voorzieningen. Naar mijn oordeel zijn er nog forse bezuinigingsmaatregelen mogelijk en noodzakelijk.
En omdat het tekort nog echt duidelijk te hoog is. En omdat onze aardgasinkomsten omlaag gaan. Als u nu vraagt, waar staat u precies, dat wordt al gauw een politieke duiding. Ik, als voorzitter van een coalitiekabinet, CDA en VVD, heb ik natuurlijk in het bijzonder rekening te houden met opvattingen van die twee politieke groeperingen. Maar daarnaast speelt ook een rol de opvattingen van andere partijen in het parlement. En ik heb met deze uitspraak alleen aan willen geven dat ombuigingen A noodzakelijk blijven en B dat je een zekere maatvoering nodig hebt. Maar ik wil daar geen suggesties aan geven dat het politieke bijbedoelingen heeft. Het komt bij latere gelegenheden denk ik nog voldoende aan de orde tot 21 mei wanneer de Kamerverkiezingen daar zijn. Hartelijk dank voor dit moment. Graag gedaan. Hallo luidjes. Nou, dit wordt een uitzending van de FNV. Huh? De Federatie Nederlandse Vakbewegingen. Sorry, appeltjes. Die gaan zich inzetten, zoals gewoonlijk, voor de zwakkeren, de minderen in de samenleving. Huh? Ja, dus als u zich nou wat zwakjes voelt, natuurlijk niet te zwak om een kleuren-tv'tje te hebben, dus ook even kijken naar deze leerzame uitzending. Huh? Ja, ik zelf kijk niet, ik heb het al bekeken. Ik weet niet of u dat geblaat hoort op de achtergrond. Stil even jongens, dat zijn namelijk de schaapjes die ik reeds op het droge heb. Maar als de uwe nou nog wat vochtige voetjes hebben of zo, zou ik even kijken naar wat nou komt, kost niks, wat maakt het uit. Het is allemaal makkelijk Nederlands bij die FNV, linkse luidjes onder elkaar zeg. Nou, veel kijkplezier hoor. De FNV heeft een uitgekiend programma voor de komende jaren. Meer werk, beter werk, eerlijk delen, koopkracht. Want, mede dankzij de vakbeweging, valt er gelukkig weer iets te verdelen. De politieke partijen zeggen in hun programma's ook iets over deze punten. Als je wat de FNV wil daarmee vergelijkt, krijg je het volgende beeld. Oordeel zelf wie uw stem verdient. De FNV heeft ook gekozen. Voor nieuwe kansen, voor alle mensen. Ga straks vooral stemmen. De FNV heeft de programma's van alle partijen vergeleken. Vraag dat onderzoek aan. FNV, antwoord nummer 250, 1000 PW Amsterdam. Nou, wat ik zei, hè? Makkelijk Nederlands en makkelijk praten ook. Hè? Doe het beste ermee, hoor. Vanaf volgende week, woensdag 8 januari... wordt een aantal VARA-programma's op andere tijdstippen uitgezonden. Zeg eens A verhuist van rond 7:30 naar rond 8:30. Sonja op woensdag begint vanaf volgende week omstreeks 9:00. Achter het nieuws rond 9:50. En de politie-serie De Speurder kunt u laat op de avond zien, omstreeks 10:55. Vanaf volgende week woensdag 8 januari dus. Zeg eens A omstreeks 8:30. Sonja op woensdag om 9:00. Achter het nieuws om 10:50. En De Speurder om 10:55. Nieuwe aanvangstijdstippen bij VARA TV. Vanaf volgende week woensdag 8 januari. En we zijn er dus elke woensdag. Maar we zijn ook alweer aanstaande maandag op Nederland 2. Met onder andere bij Koos, Urbanus op de Koldertour en De Onderste Steen. Met een film over de gevolgen van bezuinigingen voor bejaarden. En als u nou ooit een fan was van Doris Day, dan moet u morgen eigenlijk even naar de VARA Radio luisteren. Want er is morgen een special over Doris Day op Radio 2 van 12 tot 2. Ik neem nu afscheid van u. U kunt nog kijken naar het journaal en het programma van de Icon. En ik wens u een prettig weekend. Zomaar een stukje weg in Nederland. De provinciale weg Weesp-Bussum. Waar je maximaal 80 km per uur mag rijden. Maar waar zoveel automobilisten veel te snel rijden. En waarom?
Alleen op dit stukje weg, 9 kilometer lang, zijn in de afgelopen 4 jaar 5 doden en 53 gewonden gevallen. Zo zijn er talloze wegen in Nederland. En wat is de tijdwinst als u te snel rijdt? Constant 95 rijden waar 80 mag, levert op een weg van 9 kilometer, zeggen en schrijven, 75 seconden tijdwinst op. Is dat al die doden en gewonden waard? 5 doden en 53 gewonden. Hardrijders, doodrijders. Dus op secundaire wegen niet harder dan 80.